8 minuten voor de rust. Sven Vermant. Ja, ja. Oh, ik kan die bal niet drukken. Salou Ibrahim. Hij speelt met de stress op zijn lijf. Wat vorig seizoen zomaar lukte, lukt nu helemaal niet. Hij kan die bal niet laag houden of naar beneden koppen. Kadu loopt vlot voorbij Sven Vermant. Chimeza, ruimte is aan de andere kant, maar daar is ook nog een kans, zegt hij. Oeh, en een mooi geplaatst schot van Cephas Chimeza, de man uit Zimbabwe. Kleine schijnbeweging en dan dit. Oeh, mooi gedraaide schot moet ik zeggen. Dat scheelde niet veel. Haaien, leuke bal op Kadu. De Braziliaan die nog maar weinig heeft kunnen tonen. Goed werk van Vermant, uitstekend zelfs. Salou, goed. Leko, goed meegekomen. Anglebert, Leko gaat trappen. Leko scoort. Nee, goeie save van alweer Boeks laag tegen de grond. Ik dacht dat die bal nog binnenhobbelde. En de frustratie druipt hier van de tribune, want de club gaat ervoor. Kans op kans, maar het is altijd wat. De afwerking wil die mee. Goed van Boeks. Niet te vergeten. Elvio van Heren rechts. Priske, maar het gaat rechtdoor. Ishaku vraagt meteen de bal terug. Salou. Terugleggen van Heerde. Afgeblokt. En zo is het een hele match. Nu dan Ishaku. Priske terugleggen. Anglebert. En dan uiteindelijk Haaien nog in de schietbaan. Maar het publiek ziet het graag. Het is alles of niks, maar wat doelpunten betreft nog altijd niks. Achter de rug van Van der Lanotus, Sissouba. Ja, ja, Sint-Truiden. Ze komen weinig uit het eigen strafschopgebied. Maar dit was toch gevaarlijk. Van der Lanotus liet zich verrassen. Keek even niet uit, maar de hoek is bijzonder scherp. Ja. 14 minuten in de tweede periode. Simaes, ja, die zag dat het mogelijk was. De wissel bij Club Brugge. Anglebert eraf en Youlou Matondo mee vooraan. Er moet gescoord worden. Kloekowski. Salou misschien dan toch. Salou. Nee. Scoren is o zo moeilijk voor Salou. En ook voor Ishaku. Ze doen zo hun best. Maar we moeten nog gaan zeggen dat Balaban echt wel gemist wordt om die bal tegen de netten te krijgen. Priske. Het is moeilijk combineren, want heel Sint-Truiden is ongeveer terug, behalve Munya Neza van Heerde. Dat had Youlou Matondo niet verwacht, maar Van Heerde lost het zo op. Van Heerde tegen de paal. Ja. Het doelpunt van de bevrijding blijft uit. Kijk maar eens naar boven. We zitten zo'n 21 minuten voor tijd. Klein gelukje dat hij nog bij de bal komt. En dan weer de buitenkant van de paal. Dat mag niet voor club, moet ik zeggen. De spitsen, het zijn geen scoremachines. Leko. Ishaku. Werkt zich los. Ishaku, Salou, wacht, maar Ishaku gaat alleen. En Frank Boeks nog maar eens. Vinger uit de kom of niet. Hij haalt de zoveelste mogelijkheid voor Club Brugge onder de lat weg. Munyaneza, nog maar weinig gezien. Gaat hij het nu doen? Sissouba, Sissouba. En Verbouwheden. Dat was bijna het doodvonnis voor Club Brugge. 4 minuten voor tijd. Elio van Heerde. Kloekowski. Leko. Gaat het dan toch gebeuren? Salou. Nee. Ja, het is Youlou Matondo. 1-0. Het doelpunt van de verlossing. Ongelooflijk. Ja, het moest gebeuren en het is verdiend. Youlou Matondo. Jean-Vion Youlou Matondo. Ja. Janevski, helemaal losgekomen, roept naar de supporters. Dit is niet meer dan terecht.
Zovjal Julumatonda, wat nauwelijks in de match verschenen, vond zijn draai niet. Maar hier scoort hij zijn zesde van het seizoen. Hij heeft scorend vermogen. En dat hebben Ishaku en Salou eigenlijk niet. 1-0, Boeks verslagen.